Le roi et la reine, the king and the queen. Koning en koningin van België gespeeld. Ik vond het zeer interessant. En ook voor een volle AB. Ja, dat ook. Gevuld met ambassadeurs. En ook met het buitenland. Moeders van het binnenland. En eenvoudige stervelingen. En ik hoop ook echt dat al die ambassades in het buitenland gekeken hebben. Dat ze wakker zijn. We rekenen we op hen. Ja. Buitenlanders natuurlijk. Ja. We hopen dat we door dit optreden zeer veel in het buitenland en ambassades op jullie feestjes mogen spelen. Ik ben de directeur van de Ancienne Belgique. Ja. Vanavond was het toch iets bijzonders? Ja. Eigenlijk, het was wel een heel bijzondere avond. We hebben langs een boek gepubliceerd over de geschiedenis van de AB. En daar hadden we ontdekt dat in 1942, dat we toen koninklijk bezoek hadden gehad. Koningin Elisabeth is toen gekomen. Maar sindsdien, dus al die jaren, is er nooit koninklijk bezoek geweest. Dus dat het dan vandaag wel gebeurt, is echt wel heel bijzonder voor ons. C'était quelque chose tout de même, hein? C'était une sacrée soirée. Ja, het was een heel bijzondere avond. En ik heb ook al reacties gehoord van mensen die zeiden van ja, het had toch iets speciaals met dat de koning en de koningin hier waren. En dat we ook het gezelschap hadden van heel wat ambassadeurs uit verschillende landen. 160 ambassadeurs, ja, met plus. Hein? Maar ook voor de artiesten, want ik was backstage. Voor de artiesten was het ook wel heel bijzonder. Ze waren nerveuzer dan anders. Donc, ils ont pas l'habitude d'un public plus officiel, parce que... Ja. En zeker met de koning en de koningin. Van ja, moeten we die dan aanspreken? En mogen we iets zeggen daarover? Of ja, het is niet een gewoon concert. Het is niet zoals andere avonden. Les artistes ont trouvé le ton juste. Moi, j'ai trouvé ça très, très bon ton. Très, très amusant. Ja. Tout à la fois respectueux, mais proche. Ja. En met een beetje guitigheid ook wel. Bon, c'est les 35 ans d'une maison quand même assez connue, qui a vu beaucoup de talents. Ja. Je crois qu'ils ont une idée des talents qu'il y a en Belgique et de la créativité du monde artistique belge et musical. Ça aide pour nous, affaires étrangères. C'est assez unique de pouvoir montrer ça à 160 ambassadeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bruxelles, c'est la première ville diplomatique du monde aujourd'hui. Yeah. Donc c'est une vitrine unique. Mais vraiment, grand succès, je crois, de la part de l'ancienne Belgique des affaires étrangères. So it's not only the embassies here in Brussels that attend, because we also streamed it to the Belgian embassies abroad. Mm-hmm. And about 20 of them are following it in streaming. Mm-hmm. And some of them will also download it and can pay it for the national day. So anyway, everybody around the world would have been able to follow the concerts tonight, because it was streamed live as well on the website.